In de Hoogstraat in Druten wordt er vaak te hard gereden door scooters en auto's door de winkelstraat. Ondernemers houden hun hart vast, want ze zien het voor hun eigen etalages vaak bijna fout gaan. De eigenaar van kapperszaak Walid ziet het regelmatig gebeuren. Verkeer dat te hard door de Drutense Hoge Straat rijdt. Kernachtig Druten erkent dit probleem ook en daarom heeft raadslid Claudia Barthe vragen gesteld aan het college. De kapper kijkt naar buiten en die ziet dat allemaal gebeuren. Van de week nog een meisje met een step bijna onder een auto. Hij hoorde heel hard remmen en het meisje dus wegschieten. En zo is het bijna elke week. En voornamelijk ook op vrijdag is het een hele drukke dag. Er wordt voornamelijk ook door scooters heel hard gereden. Dus dat is toch wel het probleem. Ook andere ondernemers in de straat zien dat er te hard gereden wordt. Winkeleigenares aan de Hoge Straat Sem Lamers hoort klanten ook over dit probleem. Ik merk het niet per direct echt zelf, maar ik merk vooral de klanten die ik heb. Dus het zijn vaak jonge moeders die kinderen hebben en die hebben hun kinderen dan ook mee. Dat die gewoon merken als ze even lekker aan het passen zijn, dat de kinderen snel de weg op willen gaan. En dan ze houden ze gewoon het liefste binnen. Omdat ja, je merkt gewoon dat ze hier zo hard rijden en je bent vanaf de winkel ben je zo op de straat. Dus ja, dat is gewoon gevaarlijk. De schriftelijke vragen vanuit de fractie liggen nu bij het college. De wethouder die over dit probleem gaat, is ingelicht. En momenteel wordt er volgens Barthe al gezocht naar oplossingen van deze onveilige situatie. En onze vragen zijn, kent u de signalen van de verkeersveiligheid op de Hoogstraat? En wist u dat er hier structureel onveilige situaties zijn? En welke passende maatregelen zijn er? Dus kunnen ze dat even onderzoeken? Wat is het beste om hier toch een veilige situatie te krijgen? Ik heb ook even de wethouder gesproken. En die gaat kijken naar wat is er mogelijk. Handhaving misschien. Of zo'n smiley dat je kunt zien dat je te hard rijdt. We gaan het afwachten. Over 30 dagen krijgen wij dus antwoorden op onze vragen.